Welkom bij deze video. Vandaag gaan wij iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk de nieuwe UFO's bekijken. Zoals je ziet, er is dus een extreem grote UFO nu in de map. En wat deze UFO doet is wel erg tof. En daar gaan we ook zo meteen achter komen. Tenminste, dat hoop ik tenminste. Wat is die? Ah, dat hoort daar. Oké, mooi. Ik wil namelijk wel even eigenlijk opgezogen worden door deze UFO. Want je kan namelijk bizar goede loot krijgen uit die dingen. Dat is echt bizar. Gewoon goud en paars en blauw en groen en grijs. Grijs zou je wel heel slecht zijn, maar het kan. Even kijken, wat hebben we hier? Oh, hallo. Yo, wait a second. Dankjewel. Mag ik alsjeblieft erin? Please? Ik wil echt heel graag eventjes even daarin worden gezogen, zeg maar, snap je? Dat zou ik wel echt heel erg tof vinden. Ik weet alleen nooit hoe lang dat duurt. Railgunnetje erbij. Yo, ik heb echt zieke goed, joh. Zieke goede loot, dat wilde ik zeggen. Yo. Oh mijn god, ja, we worden... Ja. Wow. Yo, wat gebeurt hier allemaal? Oké, we worden opgezogen. Het duurt meestal wel eventjes. Volgens mij, nou, echt wel 30 seconden of zo. Of 20 seconden, iets in die richting. Het duurt volgens mij meestal wel even. Dus ik blijf eerst even hakken. En jullie gaan zien wat er gaat gebeuren. Het is namelijk heel erg sick. En ik vind het wel echt een leuke toevoeging. But there we go. Je hoort hem steeds meer opstijgen. Ja. Oh. En nu kan ik niks meer doen. Oh, hij wordt ook opgezogen. Hey. Together. We're all in this together. En dan komen we namelijk in UFO uit. En zoals je ziet, dan kom je hier eerst uit. En dan zie je hem. Hé, ik kan niet eens aimen. Dan gaan we begin experiment. Dan sta je hier eventjes in. Met heel veel enemies eigenlijk, maar die zie je niet. En zometeen worden we dus naar het grote mothership gebracht. En dat is nu. En moet je opletten. Dit is sick. Dit is sick. En boom. Je mag gaan vechten voor coins. We hebben heel veel tijd in ieder geval nodig. Dat onder andere ook. Hier zijn dus nog geen... Er zijn nog geen coins. Toch? Nee, er zijn nog geen coins. Wacht dan even op de coins. Hier komen ze. Oh. Nee, hoe dan? Maar waarom ben je daar zo mee bezig met mij? Nee, hoe heb je die... No. Come on, man. Hij staat in de focus op mij. Dat moet je niet doen. Je moet die orbs pakken. Oké, prima. Je moet die van de orbs pakken. En hoe meer orb je pakt, hoe meer tijd je krijgt. Oh, nee. Zie, maar dit is echt onmogelijk. Kijk maar... Oh, ik heb hem, let's go. Ik heb hem, oké, tijd pakken. Heel veel tijd pakken. Full tier upgraden, we hebben er nu 2. En dan zo, en dan pakken we deze, easy. Hoop ik. Nee! Come on, man. Ik heb maar 23 seconden. Ik weet niet of die tijd voor iedereen geldt, of alleen voor mij. Dat weet ik dus niet. En dat vind ik altijd een beetje naar. Oké, we pakken hier gewoon even tijd. Oh, hallo. Dankjewel. Want ik heb nog maar 14 seconden zat hier, hè. Okay, go. Ik moet eerst even alle tijd pakken, jongen. Holy damn. Zo, alle tijd pakken. Die je kan pakken. Ik weet niet of dit de beste tactiek is of zo, hoor. Ik doe namelijk ook maar wat. Want ik wil wel die gouden dingen pakken, maar dat is echt verrek is moeilijk. Oké, ja, ik wil die hebben daar. Maar dat is echt moeilijk. Oh, dammit, ik heb jeuk. Oh, jullie... Spelen ze nou samen? Ze spelen gewoon samen. Oh, jullie vieze, vuile. Dammit. Ik wil even alle tijd hebben. Want het kan namelijk unlimited door. Zover ik weet in ieder geval. Totdat jij die dingen hebt gepakt. Kom op. En dan... Hoe... Hoe dan? Yo, het gaat echt slecht, hè. Iedereen heeft hem al. Iedereen heeft... Nou, dit is echt erg. Dit is echt erg. Ik heb er pas één kunnen pakken, hè.
De rest heb ik gewoon niet kunnen pakken. Ik ben als enige... Alles wordt voor mijn neus weggepakt! Oké, nou die dan. Ik ben als laatste zo wat over. Dit is echt erg. Dit is echt heel erg, hoor. Nou, oké, let's go. Oh, dankjewel. Ga even weg, jongen. Hoppa, go. Hoppa, go. Nee. Move. Ik heb nog 15 seconden. Oh, nee. Ik heb 10 seconden. 10. 10. Oh, ik heb... Oh, nee. Kom op. Ik heb tijd nodig. 6. Dit duurt te lang. Ik ga het niet redden. 5. 4, 3, 2, 1. Heb ik hem? Ik heb paars. Oké. Thanks. Oké, we kunnen nu een paarse loot pakken. Het probleem is alleen een beetje. Ik ben als laatste. Oh, heel chill. Dat maakt dus helemaal niet uit. Yo, kapot chill. Go. Railgun laat ik achter. 8 seconden maar, hè. 8. 6. 5. 4. Oké, nou, we hebben het zo gedaan. Ik heb helaas geen shotgun. Helaas. Maar dit is een beetje hoe het werkt. Als jij volgens mij meer tijd over hebt of zo. Misschien dat je dan langer kan bezig zijn. Maar dit is het. I mean, dit is echt super dik. Want... Hey, wil je dat even niet doen? Niet doen. Maar dit is wel dik. Want nu heb je wel echt zieke guns. Helaas heb ik geen shotgun gevonden. Het probleem ook een beetje met de UFO is dat er geen paarse pumpen ligt volgens mij. Tenminste, die heb ik nog geen één keer gevonden. Oh, we moeten hem pakken. Maar het gaat niet lukken. Kom hier. Ik heb nog maar 3 seconden of zo. Kom hier. Oh, damn it. Ik heb het niet gered. Hij is weg. Damn it. Dit was zo zonde, hè. Oké, kom op. Daar zit iemand en daar zit iemand. Ik heb geen ammo helaas. Maar die heeft de ding wel. De lama. Oh, ik had die lama echt nodig. Dit potje, oké, dit potje. Ik ga wel heel eerlijk zijn. Dit potje is wel een beetje... een beetje net niet. Hè? Dus het zou me ook niet verbazen als ik tweede word. Want ik kill de lama net niet. Ik heb net niet gouden loot. Weet je wel? Maar, nee, maakt niet uit. Trouwens, hè, ik heb echt een vraag. Snapt er iemand iets van die bracket van de EK? Ik snap er echt geen bal van. Nu opeens, zeg maar, iets van Spanje had 0-5 gewonnen en Zweden had dan weer 3-2 gewonnen. En opeens wordt gezegd, oh, het is nu Nederland tegen Tsjechië. Terwijl het eerst iets anders... Yo, waarom teamen jullie? Oh, nee, toch niet. Maar ik zweer, die bracket is echt hoge wiskunde. Ik snap er geen bal van. Is echt bizar. Yo, wat gebeurt hier allemaal? Ik snap hier echt niks van, hè? Maar... Nou, dan maar even zo. Dan maar even zo weer. Bam, dank je. Oh, lekker. Kom op. Wat? Wojo. Wat? Jij hebt sowieso een gouden scar. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders, ouwe. Als jij geen gouden scar hebt, weet ik het ook niet meer. Kijk, je geeft me wel tijd. Kijk, dat is dus echt perfect, hè. Oh, je lucky bastard. Push me. Hij heeft een shotgun, ik niet. Jammer. Oh, Dylan. IT, jij mag niet mee. Yo, I don't know. Oké. Je had wel een mooie pump, dat is belangrijk. Maar wat ga ik dan wel meenemen, wat niet? Want dit ding is ook wel weer goed. Oh nee, Rick, keuzes. Keuzestress. Ik ga die rocket launcher wel meenemen, dat 100% zeker. We doen het gewoon lekker zo. Gewoon prima, joh. Gewoon netjes, hè. Gewoon netjes. Wel bandages hier, maar ik zoek eigenlijk een medkit. Medkit, hallo? Medkit.
Zou Dylan ook een medkit zijn? Sorry, die grap stamt echt uit het jaar 1990. Ik weet het, oké, sorry. Ik weet het, soms wordt dat nog niet eens. Zo oud is het. Oh, wat ben ik hier blij mee dat ik hem in één keer kon skieten, hè? Dat is heel, heel chill. Nog één? Bro, get out of here! Wat doe je hier? Oh my. Dit is echt te heftig gewoon, hè? Lekker voor je! Lekker! Lekker! Ik ben gekild door een default. Ik ben gekild door... En die gaat nu dood door vuur. Oh my... Als je nou trouwens denkt, Rick, wat heb je nou een leuk t-shirt aan? Check even de link in de beschrijving, oftewel paradeshop.nl. En wie weet heb je ook wel binnenkort zo'n heel mooi rood vlinder t-shirt. Het kwam er echt veel te serieus uit, maar maakt niet uit. Voor mijn tweede potje gaan we naar Sweaty Sands. Het heet nu anders, het is nu Believer Beach. En er gaan best wel wat enemies heen. Niet super veel, maar ook niet super rustig of zo. Nou wil ik wel nog een keer eventjes daarin komen. En hopelijk ietsje sneller nu die 5 stars halen. Maar hey, als we er weer zo lang over doen en we krijgen alle loot, vind ik het allemaal prima. Maar er is hier geen chest. Oh, is er gewoon geen chest in? Nou, geen idee. Volgens mij zit hij aan de andere kant, bij het bed volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Hebben we hier wel een chest? Ook. Oh, ja. Oké, zullen we nog wel even één gun proberen te pakken? Of is dat niet per se nodig? Ik wil even naar buiten toe namelijk. Ik wil niet opeens dat ze dan zeggen van... Oh, je kan niet door het dak heen worden gezogen, dus je gaat niet mee. Dat wil ik niet. Oké, we hebben in ieder geval een pump. Want als we niet een shotgun vinden, dan hebben we in ieder geval die. Oké. Please, save me. Please, save me. Dit is echt zo'n ongemakkelijke fase waar je dan echt zit van, yo. En nu? Oh ja, there we go. Want dan zit je ergens van, oké, nu moet ik wachten. Iedereen kan zien dat ik daar zit. Wat moet ik doen? Maar let's go. Experiment. Ik vraag me af wat voor gun dit is. Oh, die gun heb ik trouwens. Oké, we beginnen met 1,5 minuut. En ik wil nu iets meer die tijd pakken. Iets meer. Dat ik hoop dat ik meer tijd heb tijdens het looten. Maar we will see. Ik vind het echt leuk. Ik voel het gewoon elke keer als een live event. Ik ga niet liegen. Het voelt elke keer dat ik dit doe als een live event. Let's go. Out of here, bro. Nice, thank you. Tijd. Nee, mijn tijd. Haha, mijn tijd. Tijd is geld waard, jongens. Kom op. Let's go. Schiet mij maar weg. Helemaal prima. Oh, ik heb een tactiek. Oh, daar val je wel echt heel lullig vanaf. Maar als je erachter gaat staan, achter dat gouden ding, dan schieten ze tegen dat gouden ding aan. Maar dat gouden ding is dus een ding, zeg maar. Snap je? Oh, please, laat me omhoog gaan. Please, bro. Let's go, wow. Let's go. Dit gaat lekker. Dit gaat heel lekker. Tijd. Volgens mij krijg je ook gewoon tijd als je dat ding pakt. Maakt me niet uit. Oké. Even hier de tijd pakken. Nice. Ik wil erachter staan. Kan dat? Oh, dat kan! Yes! Oh, mijn god. Wat geweldig is dit dan. Yo, dit gaat super lekker. Dit gaat echt super lekker. Hoeveel tijd hebben we? We hebben echt ziek veel tijd trouwens, hè. Dus heb dat eens even. Dan pakken we die ook nog. Hoppa. Dan hebben we goud al, hè. Wacht even. Als we die wel zo pakken, wil ik wel extra tijd hebben. Want hier komt gewoon helemaal niemand nu. En go. En we hebben goud. We hebben goud. Yo, dit is echt record tempo. Niet normaal. Oké. Geef me please goede guns. I mean, krijg ik sowieso wel, maar... Okay, we hebben alsnog niet heel... Yes! Een spes! Yes! Oh, dit is de eerste keer.
Oh, nee, 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 dat wil ik niet. Nog maar 9 seconden. Ik wil nog een AR. Ik wil nog een AR. Maar die ga ik niet kunnen pakken, denk ik. Nee, prima. Boeien, boeien. Maakt niet uit. Helemaal boeien. We hebben een gouden smash. Yes. Yo, dit vind ik echt sick. Ik ben hier... Yo. Ik voel me echt een klein kind. Ik voel me echt een klein kind. Oké, wat gaan we doen? Wacht, tactiek. Tactiek. Zou je zeg maar door meerdere UFO's kunnen worden opgezogen in een game? Stel je voor, ik zou nu nog een keer daarheen gaan. Zou dat... Ah, oké. Dus als je dat geluid hoort, volgens mij wordt dan iemand gereleased. Tenminste, daar lijkt het op. Maar ik heb echt even, eerst even materials nodig. Laten we daar even heen gaan. Damn, dude. Dit is echt sick. Dit vind ik echt heel lijp. Dit vind ik echt nice dat we dit zo gedaan hebben. Want nu krijg je echt veel makkelijker, betere loot. Maar je moet er alsnog een soort van minigame van doen. En het is wel tegen enemies. En I don't know. I like it. I like it. Ik vind het echt heel leuk. Laat in de reactie weten wat jullie ervan vinden. Want ik vind het echt top. Ik vind het echt, echt top. Nou ben ik wel benieuwd of hier iemand is. Want die staat wel gewoon een free UFO. I mean, thanks. I guess. Ik heb alleen nog geen AR, maar... Hé, hey, dat zal me ook eigenlijk een force wezen. Of nou, een AR, eigenlijk. Ja, zoiets. Er zijn trouwens nu allemaal nieuwe challenges natuurlijk in Fortnite gekomen. Met summer, de summer days en dat soort dingen. En... Oh, ik kan er overheen lopen. Maar ik wilde al die challenges gaan doen. En je krijgt daar zo bizar veel XP van. Dus... Het lijkt me wel leuk, hè. Het lijkt me gewoon wel erg grappig. Als ik bijvoorbeeld alle challenges haal... En dan ook opeens gewoon level 200 ben. Het... I mean, ik heb nog nooit zo snel level 200 gehaald. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil namelijk die Battlestars halen... voor die nieuwe skins die er zijn. Dus ja, vind ik ook wel erg leuk. Even kijken, we hebben shields trouwens. Rick, shields? Hallo? Belangrijk. Oké, dat is echt een Big Papa. Of Big Mama, om zo te zeggen. Een AK. Nou, ik neem hier wel mee, gewoon de AK. Ik vind het prima. Ik wil even wat kills. Ik heb 0 kills gemaakt. I mean, de UFO is hartstikke leuk, maar daardoor krijg je natuurlijk geen kills. En dat wil ik wel graag hebben eigenlijk. Want anders vind ik het een beetje een saai potje. Het zou ook leuk zijn als ik hier een milkshake kon halen, maar dat kan helaas niet. Huh? I mean, of een McFlurry. Met een kartonnen lepeltje. Like, fam, wat? Maar even kijken. We hebben dus nog 30 enemies over. En nou verwacht ik, als we hier kijken, dat ik toch wel een beetje daarheen moet of zo. Maybe hier, omdat mensen gereleased hier worden. Net zoals vorig potje. Kijk, huppa, lekker. Hey, dankjewel, bro. Hij heeft ook een pump. Really? Are you kidding me? Echt waar? Huh? Huh? Wat is dat? Huh? Huh? Oké, ik heb iets gemist. Er is iets nieuws waarvan ik niks weet. Nou, dit gaat hierheen komen. Dat is prima. Wat? Wat is er nieuw? Er is een nieuwe fire ding. Ik... Hè? Wat doet... Die zit alles in de fik of zo. Huh. Ik moet er even weg. Huh. Ik ben zo confused over wat er zojuist gebeurde. Maar er zit hier wel iemand. Wacht even hoor, er zit hier iemand. Ik zie hem alleen nog niet. Dat is het hele probleem. Ja, misschien moet ik toch die scanner meenemen. Misschien toch die scanner in plaats van die big shield, maybe. Ik weet niet. Ik voel toch iets veiliger, want dan kan ik tenminste iedereen checken. Dus doe dat maar. Doe dat maar gewoon. We leggen dan gewoon hieronder. We doen het gewoon even zo. Oh. Zo. Leggen we die hier neer. Zo, dan ziet niemand die dingen. Zo, helemaal toppie. Dan nemen we alsnog deze scanner mee. Let's go. Oh. Hé, maar waar komt die dan vandaan? Wat? Maar hij schiet ook gewoon niet. Dus waar ben je dan? Oh. Zit je dan te campen in dat tussending of zo? No way, toch?
Nee. Wat? Ah, je loopt daar te campeneren. Nou, dat is prima. Daro. Hoppa. Huh, hoe heeft het nog geen damage gehad? Oké. Ik weet niet hoe dat geen damage deed, maar... Nou, prima, prima, let's go. We moeten hem wel even killen, want hij loopt weg van mij. Ik weet niet waarom, I mean... Ik snap dat het een beetje spannend is allemaal, maar... Kom hier. Wat? Yo! Dat is echt geweldig. Dat is echt geweldig. Mooi. Dat is echt mooi. Dat is echt mooi. Oké, hey, mooie kill. Mooie kill. Laten we de UFO pakken. Die had echt geen idee wat er allemaal gebeurde, oké? Die zat gewoon bij een bosje te campen, bij een boompje. En die vond het allemaal wel prima. Even die 9 seconden houden. En dan hebben we voor AP. Oh, dat is echt een leuke kill. Dat vind ik echt genieten. Dat vind ik echt even genieten. Even kijken. 200 AP. We hebben nog een UFO'tje. Waar die niet eens op geschoten heeft. Hé, hey, dikke vette prima. Enemies. Hallo. Oh, ik word beschoten. Oeh. Waar vandaan? Beetje hier, oh. Ik werd hier een beetje ergens beschoten. Ja, lekker. Lekker, 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 lekker. Hij werd wel beschoten weer vanaf ergens. Daar ergens. Even checken. Even de loot pakken. Of de gouden scar! Thanks. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Iedereen heeft kans op een gouden scar. Want je kan dus in dat ding blijven. Zolang als je maar wilt. Oh, jemig. Maar het enige wat niet zo lang kan. Okay, wait. Je hebt dus zeg maar de tijd nodig ervoor. Lol. Maar je hebt dus zeg maar de tijd ervoor nodig. Dus wat je moet doen is zoveel mogelijk tijd pakken. En dan kan je zo unlimited mogelijker blijven. Waardoor je sowieso gauw de loot kan fixen. Dus dat is nice. Maar het probleem is dan wel dat je mij tegenkomt. En dan ben je kaart dood. Oké, dat is misschien niet helemaal waar. Maar dat maakt niet uit. Ik hoorde daar nog meer enemies. Maar ik wil eigenlijk de UFO pakken. Want dan ben ik sneller. En dat betekent meer kills. Toch? Indirect. Soort van. Ik heb echt kapot veel materials trouwens, hè. Dat vind ik echt nice. Dat enemies gewoon allemaal materials voor mij farmen. Dat vind ik echt lekker. Oh, nog iemand hier? Oh, jammer. Het is altijd wel lekker als je iemand cracked kan maken of zo, weet je. Nou, zo dus. Dat is echt extreem lekker. Dankjewel. Die one stoker Rino. Nou, het enige wat je niet hebt is iets... nou, laat maar. Ik wil weer zo'n leuke woordspeling doen. Oh. Oh nee, niet mijn UFO! Nee, 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 dat is mijn UFO! Ik wou net zeggen, bro, dat is mijn UFO. Hé, dat is mijn UFO. Mine. Lekker, bro, dat is mijn UFO. Ik wou net zeggen, hé, even van mijn UFO'tje afblijven, bro. Wat? Huh? UFO was toch neer? Bruh. Heeft hij letterlijk dat laatste shotje gewoon goed gemikt? Yo, wat? Heb je dat ooit gedacht? Damn. Nee, ik wou een woordgrap maken, iets met van, dan heb je niks wel opgestoken. Maar dat ging echt... Nou, dat is het chillen. Hij kan nu zeg maar voor... Oh, er zit iemand daar bovenop. Oh, dat is best slim. Oh, dat is best slim inderdaad. Oei, dat wil ik ook. Dat wil ik ook proberen. Hij is wel daar neergegaan. Al daar. Hey, wacht, ik ga pushen. Ik wil kills. Oh, iemand in mijn rug. Waar dan? Ik zie hem niet. Go. Dit zijn 2 kills die ik kan pakken eventueel, dus. Dat vind ik belangrijker en leuker. Edit hem.
Dankjewel. Dankjewel. Hij heeft een hele leuke exotic gun, maar ik neem hem niet mee. Want we hebben echt zieke loot. Oh, ik wist dat het ging gebeuren, maar ik kon niet op tijd bouwen. Maakt niet uit, no worries. Hij is ook low, dus... Heeft hij iets een goede ding? Nee, hè? Nee, oké. Hou er dus rekening mee, Rick. Dat hij dat ding heeft. Hij heeft mij niet gezien, dat is mooi. Ik weet niet waar ik ben nu. Lekker. Ik heb 3 launchpads. Maar niet nodig. Oh, ik wou daar 1 shot eigenlijk hit als dat lukte. Ja, lekker. Hier is echt low. Nice. Lekker, jongen. Lekker. Had je nog goede guns of zo? Ik zie iets gouds. Wat is dat? Oh, dat is Sloan's assaulting. Oké, dat hoeft niet. Even kijken. Er zijn nog 2 andere enemies over. Zo is er nog steeds iemand daarboven. 100% ziet er iemand daarboven. Dat durf ik te wedden, maar dan kan je niet meer... Oh, maar dan kan je niet meer weg. Oh, dan kan je niet meer... Kan je dan nog wel weg? Wacht even hoor. Oh, dan wil ik even kijken. Als ik hier helemaal omhoog ga, hè. Volgens mij zit hier sowieso iemand. Zit hier iemand? Is hier echt niemand? Is hier echt niemand? Jawel, toch? Nee, dat wou ik niet. Nee. Wow, dan kom je er zometeen in de storm. Dan ben je echt keihard dood. Maar hier kan je ook nog vliegen, of niet? Oh, nee, oké, dan kan het wel. Wat nou als we hier een Skype mee bouwen? Bro, een Skybase. Op de nieuwe UFO's. Skybase op de nieuwe UFO's. Wat wil je nog meer, toch? Nog iets verder moeten we gaan. Oh, dat kan niet, of wel? Oh, dat kan niet? Kan je geen Skybase bouwen? No way dat dat niet kan. Oh, dat kan dus niet. No way, ouwe. Wait, ik wil het toch proberen. Er moet toch een mogelijkheid zijn om het wel te kunnen doen, toch? Maybe hoger bouwen? Oh, dat kan dus ook niet. Er moet toch een max height op zitten of zoiets, toch? Dat is niet best, ouwe. Wauw, get out of here, man. Nou werkt mijn Skybase niet. Dat vind ik heel jammer dat dat niet kan. Dat vind ik echt tegenvallen. Dat vind ik echt jammer dat dat niet kan. Skybase op ding, dat kan dus niet, helaas. Wat? Bro, wat? How? Is dat een 1v1? Nee. Oké. Okay. Ik ga het weer proberen, denk ik, hè. Het gaat geen nut hebben, bro. Maar waar is die andere guy? Dat vind ik eng. Ik wil hier niet zijn. Ik wil hier niet zijn. Waar is die andere enemy? Dat vind ik vooral eng. Maar jij gaat echt kaart gelezen worden, bro. Jij gaat echt gelezen worden. Kom hier. Oh, dit is jammer. No! Oh my. Oké, dankjewel. Dat wou ik even doen. Oké, go. Even kijken. Hij zat hier ergens, toch? Waar is die andere guy? Ik vertrouw die andere guy daar niet mee, man. Dat vind ik eng. Want er is nog iemand, right? Kom,
Kom op, bro. Ik wil wat hits hebben, man. Lekker. Ja, lekker, bro. Die zit hier achter. Oké, prima. Kom nou hier. Nee! Oh, doe dat nou niet. Doe dat nou niet, bro. Oké, geen idee wat er allemaal gebeurt. Let's go. Ik wil deze guy hier hebben, man. Dat vind ik een stuk belangrijker. Wat? Wat gebeurt hier allemaal? Oké. Dacht het even niet houden. Let op de HP. Oh! Ja? Ja, 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 kom op, kom op. Go, 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 go. Kom op, oké. Laatste guy. Kom op, deze boom weghakken, anders zie ik niks. Oh, nog een boom. Shit, hé. Oh, wat is dit voor spannend potje, jongen. Deze boom ook weghakken weer. Oh, let's go! Let's go! Nice, man. Nice, let's go! Oh, we got him. We got him. Even een nieuwe emote. Zo, hé. Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Helaas geen Skybase kunnen doen. Dat vind ik jammer. Fortnite, dat vind ik echt jammer. Geen Skybase op de nieuwe Skybase. Dat vind ik jammer. In ieder geval, dankjewel voor het kijken van deze video. Vergeet niet even een blauw duimpje achterlaten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik je morgen weer bij de video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.